eigenlijk kunnen zeggen dat ik als kind al meetrainde met Johan Capiot. Op de Tourmalet liepen toen al estafetten, de ene na de andere om toch maar zo ver mogelijk met Capiot te kunnen meelopen. Die was hier van de streek trouwens. Waar is de tijd? Altijd fan geweest van Capiot. En nu rijd ik al eens met zijn zoon samen. Of bij wijze van spreken, nu niet meer. Die is ondertussen al prof geworden. En zonder mijn lijstje gaat het ook niet. Dan vraag ik me 1000 keer af of ik alles wel bij heb. De evidente dingen, daar denk je wel aan. Maar al die prullen. Stel dat je daar staat zonder spijltjes. Kunt je nog iemand zitten nalopen? Geef mij maar een lijstje. Dat geeft rust in mijn hoofd. Uw fiets onderhouden hoort er natuurlijk ook bij. Pas op, ik vind het wel plezant hoor. Dan ben je bezig voor de koers. Anders zit je toch maar te wachten, want je kunt niks doen. Om echt nog iets te beginnen heb je meestal geen tijd. Dus wat doe je anders op zo'n dag? Het aantal uur dat ik hier op een zondag al heb gedaan poetsen aan mijn fiets, dat houd je niet voor mogelijk. En uw materiaal moet natuurlijk ook wel in orde zijn. Dat is logisch, dus het hoort er gewoon bij. Als prof heb je een mechanieker daarvoor, maar wij doen dat gewoon zelf. Als je dat verschil ziet, wij sleuren zelfs bidons met water mee op de parking naar de koers om ons toch even te kunnen opfrissen. Het is niet alleen Capiot die meekijkt als ik mij gereed maak. Pa kijkt ook mee. Die reed ook, als liefhebber. Die is nog Belgisch kampioen geweest bij de militairen. Nu zegt dat niks, maar toen betekende dat echt wel iets. Fietsen zit wel wat in de familie, ja. Remo Steegmans, dat is mijn onkel. Die is fietsenmaker. Niet zo'n winkel gelijk tegenwoordig, maar echt nog een die fietsen maakt, herstelt, een mechanieker en reed zelf ook nog. Die is zelfs prof geweest eind jaren 60, begin 70 en redelijk wat gewonnen. Een paar ritten in de Ronde van Spanje, puntentrui. Probeer daar maar eens over te gaan dan, van prestatiedruk gesproken. Voor mij moet het vooral plezant blijven. Winnen is geweldig natuurlijk en daar moet je altijd voor gaan, maar als het niet zo is, dan is het ook goed. Als je ziet wat sommigen ervoor moeten doen. Dus voor de tweede plaats. Oh.
Andy, go, go! Yeah, go, go! Come on, Mikael. That's the end of the tour. Both Martin Bosses en Wesley Grover. En inderdaad, van achter de uitgang hebben we het hier nog een keer. Maxime, wat je hier over hun? Ja, je koot. Hij voelt de Grand Prix. Wat? Ja, ik sprint de Grand Prix. Ja, Jan, het is te laat. Sprint, hè? Dat Grand Prix sprint. Zou je blij, want je... Wij zijn echt wel je koot gedaan, want je... De laatste helling. Jij weet het zelf. De kameraden, de mensen, de familie, de ploeg, dat is misschien de schoonste kant van de sport. Ik ben Maarten Bossers, coureur. Nou, die derde is, die komt met pelotonnen. Het is wie die roulé? Bolen, Giorgio en David Bloch, c'est trois dingen. Vijfde. Monsieur les gars, vous voulez pas rentrer? Nico, c'est normal. Les autres, ils roulent pas. Yeah, it's nice.